Op industrieterrein Eckersreit in Sonnenbreugel is vrijdagmorgen kort voor 11 uur een vrachtwagen gekanteld. Waarschijnlijk is de chauffeur te hard door de bocht gereden en raakte niet gewond. Een berger moest zwaar materieel laten aanrukken om de vrachtwagen weer op vier wielen te krijgen en af te voeren. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.